Bond van Leraren, BVL, en de Alliantie van Leerkrachten in Suriname, ALS, hebben hun leden opgeroepen voor een spoedvergadering op woensdag om 8 uur 's morgens. Tijdens deze vergadering zal de status van de onderhandelingen met de regering worden besproken en zal het bestuur aangeven wat de vervolgstappen zullen zijn. Het is onze nieuwsdienst niet gelukt voorzitter Wilgo Valies te bereiken, maar een lid wilde wel kwijt dat het van de opkomst afhangt of er wel of geen school zal zijn op die dag. Indien de leden massaal de vergadering bezoeken, zullen de scholen gesloten zijn. Het ultimatum van de regering en de vakbonden betreffende de uitvoering van de overeenkomst liep vandaag af. Echter is het niet duidelijk of de regering over de brug is gekomen. Volgens het lid heerst er wel een teleurgestelde sfeer onder de leerkrachten, omdat zij het gevoel hebben dat de afspraken niet zijn of niet zullen worden nagekomen. Vooral omdat zij de staking van haast 2 weken hebben beëindigd op goed vertrouwen dat de herwaardering in orde zou komen. De adviseurs van de president hebben onlangs bij monden van Jozef Zoon aangegeven dat zij niet bevoegd zijn om te onderhandelen over de salarissen. Volgens hem zullen zij hun mandaat teruggeven indien de onderwijsbonden dat blijven eisen. Het is nu afwachten wat na de vergadering het standpunt van de BVL als wordt.